Oké, even muziek zachter. Hallo. Goedemorgen, lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En zoals je aan de titel kan lezen, ja, het is alweer een nieuwe vintage video. Ik had er gewoon weer zin in, dus twee keer achter elkaar. Kan gewoon. Look. Ik wilde jullie even snel introduceren to my friends. En my friends are here en zijn een beetje camera shy, dus kom eventjes. Kijk, dit is Jasna. Maar die ken je natuurlijk al. Lindsay. Hi. Mark. Eileen. Oké, nou, en we zijn dus nu bij Opnieuw & Co. Ik heb geen doel verder wat ik zoek, dus we gaan gewoon random zoeken. Wat doen jullie? Zo naar mijn foto. Kom erbij. Making your picture. Ja. Okay. Die spiegel is een fucking voor. This is what I want in my life. Dit ben net zo lang als wij. Wauw, dit is echt heel groot. Hoeveel kost dat? Love, als je zo'n groot spiegel hebt in de kamer. Nou, we gaan even van alles en nog wat zoeken. Het zijn weer vet leuke lijstjes. Goed zo, manen. Dat heb je weer goed gedaan. Oh, thank god, thank god. Kijk. Oh nee. 50 cent. 50 cent. Love. Love, love. Wat vinden jullie van dit lijstje? Oh, dat past er in mijn interieur. Ja, gelijk vind je weer wat. Ja. Ik ga deze nemen. Zo. Even zoeken waar de rest is. Look, dit hebben ze allemaal. Kijk hoe groot alle kleding is. Het is best wel groot hier, hè? Is er nog boven? Is er nog boven? Oh, je hebt gelijk. Mijn kleuren. Mark, kijk, ik vind dit echt iets voor jou. Je moet echt zo... Heb jij zo'n jas? Zo'n trench? Maar ik denk dat hij misschien... Maar is hij niet te... Want oversized is wel mooi. Ik hou van oversized. Maar misschien is hij wel te oversized, ik weet het niet. Maar zoiets zou je echt goed staan. En dit is vet bekend merk, hè? Claudia Schreder, dat is fucking duur. 10,95 is dit, hè? 10? Oh, normaal zijn deze echt 100. En deze? Deze is meer getailleerd. Maar ik vind deze... Die kleur. Nee, ik vind deze leuker, denk ik. Misschien. Pak deze ook eventjes. Ik doe gewoon een shopping... outfit shopping voor Mark. Ja. Oh, mag ik dat een keer doen bij jullie? Of course. Yay. Hey, leuk. Kijken. Oeh, nice. Hoeveel kost die? 3,95. Nice. Hey, het is gewoon van de Only. Ik haal mijn vrienden over, hè. Kijk hun. Oh my god. I'm influencing you guys. Wat is dit? Apart. Korte mouw. Ik vind het dit jurkje. 3,50 maar. Maar ik weet het niet. Cute. Oh, dit vind ik echt een beetje... Ik weet ook niet of ik dat leuk vind. Super leuk. Nee, is te groot, denk ik. Denk je niet? Ja. En er is ook geen riem. Kijk. Zou je altijd zelf een riem erbij doen? Ik kan hem even. Ik kan hem even passen. Oh ja, deze is echt heel leuk. 3,50. Imagine. Maar als ik gewoon even hier een riem pak. Dan kan je passen. Ja. Ik zie nog niet echt veel dingen. Ook niet echt qua tassen. Nee. Love my friends. Kijk eens nou. Zo schattig. Goeie. Iedereen vindt wat. Ik heb één fotolijstje en een jurkje die ik niet pas waarschijnlijk. Ja, velvet, hè? Velvet. Velvet. Latex. Deze is leuk. Simpele knit. Oh nee, er zit een vlek op. Oh nee, grapje, dat is het kaartje. Ik ga stuk om mezelf. Nou ja, kijk er eens. Oh, zo zonde. Het is ook echt een gat hier. Anders, weet je hoe leuk anders dit shirtje was? Ik pakte dit. Ja, helaas. Helaas. Dit is echt te veel kleur voor mij. I can't. Ik ga niet eens kijken. Een vestje. Nou jongens. Ik kan niks vinden. Dit is echt voor het eerst
voor het eerst dat ik geen leuke kleding kan vinden. Dus dat is echt heel even. Beetje jammer dit. Beetje jammer. Hoe kan ik het vinden? Helemaal niks, ik heb helemaal niks. De trui heb je toch? Ja, de trui. Maar ja. Verder heb ik niks. Ja, nee, ik weet niet. Maar het is best wel leuk. Maar er zijn ook leuke dingen tussen. Oh. Heb je nog allemaal een deze? Nou, kijk bij de kinderen. Nee, maar hier is niks hoor. Het is veel te klein. Kijk hoe cute dit is. Oh. Mijn kind later gaat dit dragen. Nou, ik ga even bij de mannen opkijken. Oh, pasjoekjes. Ik vind deze best wel leuk. Het is een mannenblouse. Maar als ik hem opknoop. Oh, dit is echt zo goed voor jou. Ja, hè? Maar die kleur. Ja, ik dacht als ik het opknoop. Ja, ja, ja. Maar kijk, kijk hoe leuk deze outfit is. Bij elkaar. Normaal zijn we een beetje. Jullie zijn echt born. Fighters. Vintage shoppers. Ik heb heel veel videos van jou gekeken. Oh! Sorry. Voor jou iets, Mark? Nee. Als deze nou net iets langer was, had ik hem gepast. Dit is maat 46. Ik denk niet dat ik dit pas. Het ziet er wel zeg maar uit alsof je hem zou kunnen passen. Zo veel bedoel. Nou, we gonna try. Dus even een tip. Kijk ook altijd bij de dingen die worden teruggehangen. Because, hè? Je weet het niet. Ik heb 3 dingen om te passen. Niet heel veel. Ik ga wel even mijn outfit van de dag even laten zien. Ik heb deze blouse gisteren bij de Zara gekocht. En I love it. Het is echt zo'n beetje wat grotere blouse. En dan heb ik mijn mom jeans aan van de Topshop. En mijn Fila's. En mijn tas, oh hij is andersom. Mijn tas die ik bij de vorige vintage video. Oké, dit is de jas van maat 46. En ik heb de mouwen opgerold. En nu is het zeg maar zo. Ik vind hem alsnog een beetje te groot. Maar. Nee. Kijk, Eline heeft zoiets leuks gevonden. Ja, ik ben niet gewend zo. Nee, maar dat is echt leuk met zo'n strakke broek. Nee, maar met zo'n strakke broek en dan dit. Oh my god, love. En hoeveel is hij? Wacht, hoeveel is hij? Hoeveel is hij? Oh my god, deze is echt super leuk, Lien. 2,95. Dus ik heb nu deze aan. Het is een mannenblouse. Kijk, ik heb hem helemaal opgeknoopt. Hij is best wel groot. Best wel leuk. Ja. Oh, dat is het misschien. Ik ga een broek gedaan. Kijk, ze maar, dik hier zo. Kijk, en Jas heeft deze mannenblouse. En het is best wel cute als we zo samen. Tada. Yeah. Oh, dat is veel leuker met dit. Ja. En Mark? Oh my god. Nee. Ja, maar dat is de jas. Maar nou, het is echt voor jou gemaakt. Dankjewel. Ja, dat kan. Ja. Kijk, is het echt? Rob, weer aan die stokken. Even SO naar mezelf. Het is echt lang wel, man. Jee. Oké, maar ik heb ook nog een andere, hè. Die. Want... Oh ja. Altijd als je een tas erbij doet. Dan maakt het beter. Echt heel mooi. Ja? Ja. Pas zelfs weer je scrunchie. Hey! Dat is waar. Oké. Okay. Oh, heel chic. Ja, deze moet je nemen. De andere niet. Deze is echt heel mooi. Dit is echt meer gewoon chic. En die andere is meer casual. Dit is echt chic. Hoe mooi is dit? Nou, excuse me hoor. Hoeveel was deze? 6,95. Hè? 6,95. De andere is 10,95. Oh. Ik zou ze allebei doen. Ik wilde wel eventjes laten zien hoe die in het echt was. Kijk, ik heb hem natuurlijk helemaal opgerold, maar hij is eigenlijk zo. Kijk dit. Ik heb nu deze knitwear aan. En I love it. Hij past echt perfect. Zeg maar hier past perfect. En hier. Yay, leuk. Ja, deze ga ik nemen. Ik zag net tegen Mark van, dit is zo'n duur merk. Je moet even voor de grap even opzoeken. Kijk, dit bedoelde ik dus. Hij focust niet, maar €329. Ik zei, ze had Jasna bij de kinderen gevonden. Hij is wel leuk, ja. Deze was €3. Deze is trouwens €3,95. Deze was hier
2,95. Jurkje aan. Ik ga zo even mijn broek uitdoen. Maar ik echt, dit is een maat 38. En ik heb een maat 34 normaal. En hij past echt hier al perfect. Ik hoop eigenlijk dat hij helemaal ook past. Want I love this. Nou, ik heb nu deze dus. En ik vind hem heel erg leuk. Alleen, ik vind hem een beetje saai misschien om alleen zo te dragen. Maar je kan nog een riem toch? Ja, hier hoort eigenlijk ook nog een riem. We komen net achter dat hij maar 3,50 is. Ik vind hem nog steeds een beetje saai, maar als ik even een riempje, dan wordt hij al veel leuker. Ik denk dat hij wel gekrompen is in de was, want dit is een maat 38 en meestal pas ik dat echt niet. En hij sluit verder echt heel mooi aan. Maar voor 3,50, oh my god. Nou, we zijn klaar met passen. Iedereen is dik geslaagd volgens mij. Ik heb maar, even kijken, ik heb dit... dingetje, deze en mijn jurkje. Dus ik heb 3 dingen. En nu gaan we nog eventjes naar boven. Naar de books. En naar de pots en de pants. Kom mensen, we gaan. We wachten echt op iedereen. Ja, oh, dat is lekker voor. Oh, dat is echt jouw afdeling. Dit is mijn zoon. Ook allemaal rieten dingen. Ook Marie's zoon. Ja, oh, kijk nou. Wow. De ene. Nee, dit vind ik echt heel leuk. Let's be honest. Ik vind het ook echt cute. 15 cent. Kan je voor sieraadjes of zo? Ja, oh, ja. Ja. Oh, wil jij die? Nee. Oké. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk. 25 cent. Voor mijn sieraden of in de badkamer. Echt groot hier, hè? Echt groot. Oeh. Oh, we moeten allemaal spellen. We zijn bij de boeken. My fave. Ik ga stuk. Ze heeft de hitzone. Hitzone spel. Leuk. Dit is echt gezondheid, zeg maar. Ik heb mijn vrouw bij de dokter nu. Oh ja. Die heeft mijn maat even al gelezen. Jasna found the jackpot. Wauw, oh, hier word je toch, dit is toch aesthetic. Dit is heel mooi, man. Het is zo mooi, ik wil gewoon heel mijn servies dit. Hoe waar is dit voor? Zo. Zou ik er niet iets creatiefs in kunnen doen? Douchebeurzen mosterd zat hierin. Wat? Wauw, oké, maar zou ik er niet iets anders in kunnen doen? Dat kan. Maar wat? Dit vind ik zo prachtig. Echt hier kan ik wel een plantje in doen. Zo ja. Bloemetjes. Maar ik heb dat dus al. Oeh, maar deze voor sla, doe. Ja, echt... Wauw, hoeveel kost dit? 75 cent. Dan moet ik er wel mee lopen straks. Zo. Oh, dan ben je klaar. Hè? Dan ben ik gewoon klaar. Soepje en een broodje. Echt. I love it. Ik vind het echt heel leuk. Ik neem die, ja, ik neem de saladebak, maar ik vind deze ook echt heel leuk. Wauw. Jongens, ik ga denk ik deze nemen. Het zijn maar 25 cent. Doe even normaal. Ja, ik ga deze nemen. Oké, dit is de thing. Wij hebben besloten om vanavond naar de film Aladdin te gaan. En Romane echt een heel servies kopen. Dus wat ga ik doen? Enige keer vorig jaar heel bordjes zijn naar de fucking film, dat maakt niet uit. Nou, ik heb 2 borden genomen van 50 cent. How amazing. Kijk, hoe cute. Maar dit is een set of niet? Moet je kijken. Er zit geen prijs. Nice, hè, maar wat doe je hierin? Oh. Wat? Kaart of zo? Paspoort? Weet ik veel. Oh my god. Nee, dit wordt dus een hopeloos geval. Oeh ja, wat is dat? Een bril! Voor je nieuwe zonnebril. Huh? Voor mijn nieuwe zonnebril! Oh my god, I love it, hè? Ja, het is echt vintage. Het is echt heel leuk. Oh my god, 50 cent. Ik laat jullie straks even mijn zonnebril zien die ik bij de Urban Outfitters heb gekocht. Deze gehaald. En I love it, dat was maar 12 euro. En echt in de colors. Oh mijn... Ja, altijd bruin-wit. Kijk, al mijn friends zijn allemaal geslaagd. Ik ga stuk op ons. Oké, uiteindelijk kwam ik op 11 euro met allemaal dit. 11 euro, jongens. Hoe cute dit is. Oh, love. Wat vonden we ervan? Kijk ze allemaal, helemaal geslaagd. Yay! Nou, ik vond het echt gezellig met jullie. Ja, hè? Okay. Oh my god, jij hoeveel? Hoeveel had jij? 11 euro. Ik had ook 11 euro. Oh, leuke tas! Leuk, hè? Ja, dit lijkt op die tas die jij wil. God, hij moet echt hier weg, hoor, want hij zegt. Dat is klaar ermee nu. Nou, mijn camera is bijna leeg. Maar ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie. Ik loop tegen de tafel aan. Oké. Okay.
ik zie jullie volgende keer weer. Thank you.